Hey mensen, hier kijk naar Spooky16LV en welkom bij een nieuwe FIFA Ultimate Team. We hebben de 1750 likes weer gehaald. Weer 1750 likes en maandag dan een nieuwe video. Morgen ben ik namelijk op First Look te bewonderen. Ons team is nog steeds hetzelfde. Inform Martins komt pas veel en veel later, maar die gaan jullie meemaken, 100%. Eerste wedstrijd is tegen dat team dat je dus net zag. En Jan Vertonghen krijgt hier in de 20ste minuut een vrije trap. En die gaat er dus in. En hoe gaat die erin? Dat zal ik jullie later laten zien. Het is echt ongelooflijk. Dan loop je meteen achter de feiten aan. En hier is Rodrigo. En check wat hier allemaal gebeurt. Een heel laag schot. Ja, keepers kunnen dat niet halen. En woppakee, daar gaat mijn speler. En hij gaat tegen de paal aan. En mijn speler die houdt die bal weer tegen. Het is echt heel erg crazy wat hier weer gebeurt. Hier een mooie paas van Obina op Doumbia. Maar Doumbia die zal deze wedstrijden het net niet kunnen vinden. Ja, ik bedoel echt dat hij het net niet kan vinden. Maar hij kan ook het net niet vinden natuurlijk. Dan zag je daar net dus een overtreding wat eigenlijk gewoon helemaal niks is. Dan kapt hij hier uit met Salvio. En Salvio die doet hem gewoon geplaatst in de hoek. Waardoor het voor de eerste helft al 2-0 is. Zo zie je hoe raar een wedstrijd kan lopen. Als je een beetje geluk hebt, dan bam, kan je zo die voorsprong fixen. Ja, dus 2-0 in de eerste helft. Ik heb wel een stuk minder schoten gehad dan hem. Dus het is ook wel weer een beetje verdiend. En dan is zie je Doumbia die dus weer net het goal mist. En dat zal vaker gebeuren. Hier wordt Emanike vastgehouden. En dat was echt heel vies. Dan hebben we hier onze goede oude Taiwo van vroeger. Die een tijdje niet meer in FIFA heeft gezeten. Heeft 74 vrije trappen accuracy. Maar raakt hem gewoon echt keihard. Hij raakt hem gewoon keihard. En keepers zijn heel slecht met die harde vrije trappen in deze FIFA. Dan hebben we een beetje hoop. Want we staan maar één goal achter. En dan gebeurt er dat met Bruno Alves. Ja, ja, ik zeg het goed. Bruno Alves. En Rodrigo maakt dus de 3-1. Toen stond het dus alweer 3-1. En wat er hier allemaal gebeurt. Nou, ik laat de beelden maar spreken hoor. Want allemaal rare dingen. Dan probeer ik alsnog terug te komen. Hier gewoon de pace van Doumbia. Mooi naar Emanike. Maar oh, kijk dan. Mooie paas van Doumbia op Emanike. En Emanike. Wappelalala. Oh. Ah, ik weet het ook allemaal niet meer hoor. Maar hier is Moussa met een hoogballetje naar Doumbia. En gaat Doumbia het dan eindelijk doen. Hij komt met een schot. Maar die schot raakt de keeper. Maar dan komt hij hem dus zelf gewoon weer in. Dan heb ik nog 20 minuten om misschien een gelijkspel eruit te halen. Of misschien wel te winnen. Maar hier is dan weer de 89ste minuut. Hier is Emanike met een geplaatst schot. En Moussa die krijgt die bal. En ja, nou, dan is het gewoon 3-3. Geëindigd. En dan gaan we nu toch maar even goed kijken naar die vrije trap. Want dat zorgde ervoor dat we het moeilijk kregen. Bam! Daar ging hij. En tussen de keeper en de verdediger. Het is echt ongelooflijk hoe dat gaat. Nou, hier zien jullie dus hoe ver we zijn in die divisie. We hebben 2 gelijk, 2 gewonnen. En dit is het volgende team. En het volgende team heeft 5 verdedigers. En die ga ik niet veel van laten zien. Want hier is Ramos en die maakt er 1-0 van. En sindsdien is het gewoon één grote muur waar ik tegenop moest vechten. Wel een paar leuke FIFA AIDS momenten. Hier is dan de keeper die heel raar gaat doen. Denkt dat hij de bal heeft, maar hij heeft hem niet. En ja, dan komt er deze lach uit. Jazeker, ik dus in mijn volledige aanval. En dan komt hij in de 90ste minuut nog met een counter. Ik ga ook geen kansen van mij laten zien, want het was gewoon echt allemaal belabberd. En hoe de keeper hem hier tegenhoudt, dat is eigenlijk een penalty volgens mij. Maar nee, dat gebeurt allemaal niet. Hij fluit hem af en ja, op naar de volgende tegenstander. En de verdediging van die tegenstander valt mee. De aanval is op zich nog wel redelijk goed. Heeft wel zijn snelheid en ook goede passing. En dan hebben we dus dit. De sneeuw met een witte bal. En ik weet nu bijna niet waar die bal heen gaat. Maar daar had ik de hele wedstrijd problemen mee. Hier is Moussa dan in de 24ste minuut met een hele mooie run. En dan gaat hij daar voorzetten. En dan is Emanike die hem mooi in de hoek kopt. En ja, kopballen, als ze goed op hun hoofd komen, dan zijn ze ook echt wel heel erg dodelijk. Maar dan is hier meteen aan de andere kant Iturbi, whatever. Die naar Higuain. En Higuain die kopt hem dan ook weer het goal in. Hoppakee, 2 kopgoals in 5 minuten tijd. Maar ik krijg mijn kansen wel. Hier is Emanike. Mooi 1-2'tje. Mooi weer naar Emanike toe. Emanike is helemaal vrij. Kan doorlopen. Maar dan schiet hij tegen onder de keeper door zijn voeten tegen de lat. Ik zie ook niet echt precies wat daar allemaal mee gebeurt. Geweldige voorzet van Martins op Emanike. Zo dichtbij. Maar de keeper die heeft daar dan wel goede reflexen voor. En dan zie je een mooi balletje naar Higuain. Maar de keeper die pakt hem. En ik weet niet hoe Higuain daar allemaal wegschuift. Maar dat is echt crazy. Ik blijf ook maar harde schoten knallen. Maar die harde schoten redt keeper constant. Wat een redding hier, joh. En dan in de wedstrijd waar ik de meeste kansen krijg, ik zie dan Iturbe die hem dan zo woep naar Higuain geeft. En ja, die maakt er dan een mooi hakballetje van, waardoor 2-1 staat. Het is wel een hele mooie goal, hoor. Alleen die had ik niet weg mogen geven en ook niet weg moeten geven. Dan heb ik Uchi hier. En ja, dat is natuurlijk geen overtreding. Ik probeer nog met voorzetten van Moussa hier wat te forceren. Maar Emanike net niet. Mooi gedraaiende kopbal. Dan krijgen we toch in de 90ste minuut hier een vrije trap. En dan hebben we weer Taiwo.
En Taiwo, daar gaan we gewoon niet om meedenken. En gewoon knallen. Ja. En hij knalt hem er weer in. Het is Taiwo, onze vrije trappenkiller hero. Die Taiwo, die heeft een kracht. En 90 shot power, 74 vrije trappen accuracy. Op een of andere manier heb ik daar gewoon geen moeite mee. 2-2 deze wedstrijd dus. En dan gaan we meteen naar de volgende wedstrijd. Waar we Cavani, Lucas en Lavezzi voorin hebben. En dan ook nog best wel snelle verdedigers. Dat kan nog best wel eens moeilijk worden. Maar de eerste kans zal van ons zijn. Hier in de 5e minuut hebben we Martins. Mooi balletje naar Dubia. En Dubia die heeft heel veel ongeluk. Want die schiet tegen de paal. En wat er dan nog gebeurt, ik heb geen idee. Hè? Huh? Wat? Ja, het was wel een goalkick, maar hij liet zien alsof het een overtreding was. Ik weet het ook allemaal niet. Hij heeft ook geen geel zoals je hier ziet. Maar Dumbia die blijft maar schieten en hij mist maar hier weer een kans van Dumbia. En hij mist alweer. Ja, dat zijn allemaal van die schoten. Die misten we constant. En dan hebben we hier Nemanike. En Nemanike heeft alweer de bal. Geeft hij de voorzet naar Moussa. En Moussa die kopt hem op een hele rare manier erin. 1-0 halftime. We staan wel voor en dat hebben we ook wel even nodig. We moeten weer even eentje winnen. En dan hebben we hier Obina die hem naar voren geeft. Dan hebben we hier dus Dumbia en dan gaat hij naar Nemanike. En Emenike is hier. Gaat hij scoren? Ja, dat gaat hij. 2-0. En dan hebben we wat veiligheid. Alhoewel in deze FIFA is 2-0 nog niet veilig. En dan hebben we hier Diego Alves. Bruno Alves, doe ik het weer. Die dan ook nog even hem erin komt bij een corner. Weer een mooi kopballetje. Hier een mooi balletje van Dumbia op Emenike. En Emenike die scoort die ook heel erg mooi. En dan staat het alweer 4-0. En dan maken we er nog meer feest van. Want zie die combinatie. Het begon bij Dumbia en uiteindelijk bij Dumbia. Dumbia mag ook eindelijk weer scoren na al die missers. Jongens, 1750 likes, nieuwe aflevering. Road to the Vision 1. We komen er wel. Tot de volgende keer. Later. Spooky Army!